door Sanne Poignet voorgesteld door Arno Bakker, meester van Sanne Poignet. Juna is van 12 mei van dit jaar, dochter van Alfan van Vosklad. De hengst die door Henk Peters dit jaar aan de hand is voorgesteld en goedgekeurd. En de moeder is Lidlaan van Baron. En Juna is geoordeeld in de mortel met een 8 voor interieur, 28 voor exterieur, 8 voor verrichting en een eindresultaat van 18,06. Deze komt uit de Juna, wat oude medewerker, 12 mei. Dat opvalt lange benen, groot al, goed ontwikkeld. En hiervoor is levende kracht, contact. En duidelijk, goed contact zuiver in kracht. Richting komt op, hoog op de wind. Goede hoog als er weer mee. Nou, de weg is wat je nu ziet, is gemiddeld hoog naar boven, gemiddeld ruim. Ook veel stroom in de kracht. Je gaat nog een klein beetje naar achter, nog een klein beetje spanning zie je. Misschien is het nog goed om met de medie nog een rondje galop te zien. Nou, daarin is de takt oké. Als het iets stijver wordt, dan komt misschien ook wat door de spanning. Wat opvalt is dat ze behoorlijk lang door kan zetten zonder dat ze niet volgaat. Ik geloof dat je dan ook ziet dat de ruimte goed is, maar dat ze de beweging aan wat hoger zou kunnen. Ik ben benieuwd hoe het is zonder de daar zag je vanaf de voorkant. En dan kijk eens hoe je reageert. Je ziet dat hij zich nou heeft iedereen wil. Na die eerste spanning hebben we wel best wel goed in de gaten. Balans is al gemiddeld, zodat ik net meer de kracht kan maken dat ze die ook opwaarts zou duwen. Net op die opwaarts zou gaan. Nou, hij had wel zoek en tempo bereiken. Een aantal keren gezien, toen de ik net uit was, dat hij in de openbaan zo een paar pasjes geduld laat zien. Dan zie je dus ook een hele mooie drietak nu. Misschien net iets beter komen voor jongeren. Maar de
dat ook niet. De kap is goed, we zitten op een mooie hanenkap. Nou, dan staat recht op de naam. Schouders iets aan de spijkerkant. Is open. En achter, in het achterbeen is op zich oké. Van het heupel naar de schuilbeen, de zitbeen, is bij goed. Dan wil je het iets hoger aan zitten schuilen, waardoor het wat plak eruit raakt. Zou ik net iets meer in het achterbeen mogen doen, iets in zijn recht. Dan wordt je net iets ingebouwd. De verrichten zijn te groot. Overigens een mooi droogbeenwerk.